Een hele goede middag hier vanuit Oeteldonk voor de grote optocht. Inderdaad, het oudste evenement van Oeteldonk en het leukste evenement. Vorig jaar veel leuke reacties gekregen en we wensen natuurlijk weer iedereen heel veel plezier. Ja, en we hebben natuurlijk iemand langs de lijn en dat is Hans. Ja, inderdaad. Ik sta hier langs de lijn. Gebeurt van alles ineens. Ze komen van de andere kant. Dat is niet de bedoeling. Ze moeten van die kant komen. Bert, even opzij. Kijk. Lijkt wel of we in Engeland zitten. We rijden tegen het verkeer in. Maar de sfeer is hier goed. Het is natuurlijk heerlijk weer. Graadje of 11, gok ik. Een beetje somber, maar het regent niet. En de mensen hebben er allemaal zin in. Dus het komt hier goed. Maar we zien nog niks. We zien nog niks. Nou ja, dat geeft ons wel de kans om eens even te kijken. Want er zijn dus natuurlijk maanden en maanden gebouwd. En dat komt dan allemaal samen vanochtend op de Van Gorbedonklaan. Ja, er is al maanden en maanden gebouwd en het gaat dus straks allemaal gaan we de resultaten zien. En vanochtend zijn we al even gaan kijken, want natuurlijk wordt er dan 's ochtends vroeg opgesteld op de Van Gorbedonklaan. Ja, en dat ziet er dan zo uit, takelwagens erbij en dan komen de prinsenwagens zien we hier. En dan komt er alles aangereden, wordt alles opgestapeld. Ja, en dat doen we dan bij lekker weer. Beetje koud, maar wel een zonnetje. Je hoopt hier gewoon op. Ik zeg al zo lief weer als een bosgenaar, nou ik denk het wel. Dus we gaan zien wat met de optocht allemaal gaat brengen en de mensen veel plezier gaan krijgen hiermee. Vooral met het mooie weer, een zonnetje erbij. Jullie hebben maanden en maanden aan een wagen gewerkt. Hoe lang zijn jullie bezig geweest? 4,5 maand, ja. Dat is een hoop werk voor een mooie dag. Dus we gaan wel eigenlijk nou wel pronk kijken met onze wagen, met de grote koedeveur op. Dus ik zou zeggen, hou me zeker in de gaten. En dat is het hè, 4,5 maand voor één dag. Wat maakt het nou helemaal waard dan? Ja, toch wel de enthousiasme langs de kant eigenlijk, waar je het wel voor doet. Echt de blije kopjes, ook de kinderen natuurlijk, reacties. Kijk, als zo'n wagen aankomt draaien, zo mooi in de straat, in de verte, dan zie je het ook langs de wagen natuurlijk. Daar heb ik ook gekozen eigenlijk voor een grote koeienkop met Sweet Caroline natuurlijk erop. Want dan zie je het langste aankomen. Dus een hele stoet van mensen eigenlijk met zoveel rijen dik. Ja, dat doe het gewoon voor. Dat is gewoon prachtig. Mooi om te zien toch? We komen even kijken. Ja, de kinderen mee? Ja, de kinderen mee. We komen eigenlijk uit Krabbedonk. Ik dacht, ja, dadelijk bij de optocht is een beetje te druk voor hun allemaal. Dus we komen vast van tevoren even kijken. Ja, en dan is het eigenlijk ook hartstikke mooi voor die kleintjes om dat takelen en alles te zien. Dat is wel spectaculair. Ja, zeker. En vindt papa het misschien ook wel leuk? Zeker mooi om te zien. Ze zijn hartstikke mooi gemaakt. Ik heb er al een paar gezien. En we gaan daar de rest zien. Niels van het Sepke, wat is je mooi geworden? Ja, dankjewel. Ja, we hebben er tot afgelopen donderdag nog aan gewerkt. En vrijdag het laatste voegje gekit en opgeruimd. En toen was hij er klaar voor. Helemaal af, helemaal naar tevredenheid? Ja, helemaal. Hij pakt eigenlijk leuker uit dan dat we hadden verwacht. Zeker buiten, dan komen de kleuren net anders op. En hij is eigenlijk weer fantastisch geworden, vinden we zelf. En nou mag je maar Oeteldonk laten zien. Ja, daar doen we het voor. Hè. We doen het voor het publiek. We doen het voor de mensen die komen kijken van buitenaf. We willen toch iets leuks laten zien. En ja, het is toch weer een extra wagen die meerijdt. En zo zijn we ooit begonnen met die insteek en niet voor de prijs. Maar, als je zo eens kijkt... Zit er een prijsje in dit jaar? Dat is geheel aan de jury. De jury is niet te peilen hier. Dus ze kunnen er echt niks van zeggen. Alles is goed. Ja, en hier is dan dat inschrijven. Toen stonden er toevallig geen mensen. En we hebben ook een bijzondere wagen dit jaar. En daar moest even getakeld worden ook. We zijn een kleine loopgroep zoals je ziet, ons wagentje. We zijn eigenlijk net een klein beetje buiten ons boekje en comfortzone gegaan. We vonden het zo leuk voor het eerst in de bouw al. Totdat het meetmoment kwam en we dachten van, we zijn iets te groot. Dus toen heb ik alle zeilen bijgezet, OC gevragen. En we hebben het kopje van Knillers erop mogen zetten met de takelwagen. Hoe was dat? Want ja, normaal gesproken loopgroep en nou ineens echt bouwen en gazen en doen.
Het gaas is naar mijn mening goed gelukt. Ik denk dat we dat achter mij wel heel mooi kunnen zien. Inderdaad, de eerste keer geen cursus gehad. Goed rond ons heen gekeken. Goede collega's in de bouw al gehad. En daar hebben we van geleerd. En nu, eindelijk, die maandagochtend. Hoe voelt dit? Dit is nou sta ik hier en nou is even alle stress weg. En we gaan er daar een mooi feestje van maken. Het zonnetje komt daar door, dat beloof ik. En we gaan het doen. Ja, Ben, dan wordt er gewoon een zonnetje beloofd. En als je goed kijkt, ja, er is daar toch wel een zonnetje te zien. Heet die goed beloofd? Ja, of ze hebben toch wel lampen daar neergezet. Ik weet het niet. Ik vind het er niet super zonnig uitzien, maar het is droog. De mensen genieten, ze hebben heel veel lol. En de takelwagen is er, hè? Ja, dat betekent we gaan beginnen. We gaan starten. Ja, het is lekker vol, lekker druk. En dat is dan toch wel fijn dat het lekker droog is. Ja. Mensen gewoon lekker buiten staan. Het waait wel. En daar dacht ik nog even, waait het niet hard, maar het valt best mee. Nou ja, we hebben in de bouwhal gekeken. En er zitten toch een paar wagens bij die enorm hoog zijn, vind ik. Ja, ja. En als er dan te veel wind is, ja. Ja, dus dan moest je altijd, dat is altijd zo'n element waar, je kan er niks aan doen. Je kunt er niks mee. Ja, en je zei het al, zo'n bouwhal, allemaal drukte van belang. We zijn daar dus een paar keer gaan kijken. En ja, dan zie je dus wat ze daar allemaal maken en bouwen. En ieder jaar weer, denk ik, ja, het kan niet mooier. Het kan niet nog mooier dan afgelopen jaar. En dan zie je wat ze hier maken, het draait, het keert, het gaat. En ze blijven ook oefenen van, is dit goed? Moet ik het handmatig doen? Moeten we er een motortje onder zetten om te laten draaien? Caroline, maar die zien we dadelijk ook nog. Met de juiste kleur nagellak. Ja. Moest groen zijn. Ja, ze pakken alles er goed aan. Ja, het is hartstikke mooi om te zien. Ja, en het is ook, hier zie je ook aan af dat er maanden en maanden aan gewerkt wordt. Maar het is ook zo mooi. Op alle details wordt inderdaad gelet. Van de nagellak tot, moet die kop niet zo draaien? Moet die naar voren komen? Dus het loopt aan jaren ervaring natuurlijk in zo'n bouwhal. Maar ja, maak het allemaal maar weer eens. En daarom kijk ik eigenlijk ook met plezier uit naar al die chipszakken in die ene wagen die de mensen ook nog gaan zien. We vertellen nog niet te veel. Nee, nog niet te veel. Maar dit is toch ook ik vind dit nu al mooi. En ja, we gaan straks zien hoe die is als hij af is. Dat bedoel ik. Mensen die ik hier zie staan, die staan er al even, want het was al vroeg. Ik denk dat ze er al goed een uur staan, misschien wel langer. Het begon al vroeg vol te lopen, ja, dat klopt. En dat vond ik toch afwijkend van andere jaren, want er kwamen ze eigenlijk een uurtje van tevoren. Ja. Maar nu, het was droog en mooi. Het was mooi en, muziekjes, hè? En muziek, ja. Ik denk dat ze dan nog nu wel langzaam een beetje ruimte moeten maken. Ik hoop dat is waarom ze er even mee gestopt zijn met muziek maken. Want dat betekent dat die optocht dan toch echt in de buurt is. Thank you.
staan. Dat is mooi. Ik heb hier één jurylid staan. Ja? Ik heb hier één jurylid staan. Dat is mooi. Frank, jij bent al hoeveel jaar jurylid? 17, 18 jaar denk ik. Ja, zoiets. Ik weet het niet meer. Nee, dat is een goed teken of een slecht teken dat je niet meer weet? Heel goed teken. Hey, je hebt in al die jaren alles voorbij zien komen. Van alles. Kun je nog herinneren welke wagen de meeste indruk op jou heeft gemaakt? Die afgelopen 17, 18 jaar? Ja, dat kan ik me zo niet. Ik weet, het Heuveltje valt me altijd wel op. Dat was een hele goede club. Maar de Jutters van alles. Ja, zeg het maar. Het is elke keer weer genieten. Hey, ook dit jaar heb jij nou altijd wel een paar wagens waar je rekening mee houdt? Of ga je echt pas jureren tijdens de optocht? Nou, ik ben van de grote groepen. Hè? Dus ik kijk ook wel naar de wagens. Maar wij letten op de grote groepen. Ja, dan heb je, die zijn er niet zoveel, maar de kwaliteit is altijd heel erg hoog. Hey, maar waar let jij op met die grote groepen? Nou, wij hebben altijd drie categorieën. Originaliteit, carnavalesk en uitvoering noemen we dat dan een beetje, ja. En daar hoort interactie ook bij? Zeker, is heel belangrijk. Vind je interactie met het publiek. Humor, dat vind ik, dat moet altijd het hoogste scoren. Wat mij betreft, daar let ik dan weer op. Maar elk jurylid heeft zo eens een beetje toch wel zijn eigen criteria, ja, zou ik zeggen, ja. Nou, mooi. En wordt de jury ook op die manier samengesteld? Dat met de mensen met diverse kwaliteiten? Dat weet ik niet. Ik weet niet of er een ballotagecommissie is. Ik weet ook niet meer eens hoe ik er ooit bij ben gekomen. Ineens zat ik erin. Dus ik kan het niet meer herinneren hoe dat ging. Ik ben gevraagd, denk ik, ooit. Aha. Maar als iemand jurylid wil worden, kan hij zich dan... Dan moet hij zich melden bij Nancy Keur. Maar het is, moet ik zeggen, een vrij stabiel gezelschap. Van hoge kwaliteit. Nou, ik ben benieuwd. Dus als je jurylid wil worden, dan weet je hoe je het nu moet doen. Ja. Mooi, dankjewel Frank. Veel plezier. Graag gedaan. Ga je ook. Ja, dit is hoe je de kindjes in Oeteldonk opvoedt. Hè? Huppakee, mee, kijken en genieten. En genieten. Ik sta hier naast een postkwerker. Hey, wat is er allemaal aan de hand? Waarom duurt het zo lang? Oh, dat weet ik ook niet, jongen. Het zijn allemaal bossenaren. Die denken er eigenlijk allemaal pils gevatten, hè. Maar dat werkt zo niet. Dat werkt zo niet. Maar ik ben blij dat we nou in ons dorp alleenig zijn. Alleen maar onze bossenaren. Hoezo alleenig? Ja, wat van boven de rivieren komt, daar houden wij niet van, hè. Maar die zijn er volgens mij nog wel een stel, hoor. Nou, heel weinig. Hey, ik hoorde net dat jullie een repertoire hebben van 5 nummers ooit. Ja, dat kan wel, ja. Is dat al een beetje uitgebreid? Ja, dat is al een beetje uitgebreid, ja. We zitten nu op de 23, dus kom zo weer aan, jongen. Ja, ik hoor het. En dan wilde jij nog aan iemand de groeten doen? Ja, aan mijn vrouw wil ik groeten doen. Een vrouw is thuis en die geeft niks om carnaval, maar ik wel. Ja, dan ga je mooi voor elkaar. Ik wens jou wel plezier, jongen. Ga maar speulen, jongen, want ze missen nu. Thank you.
Ja, normaal gesproken zou hier spuit 11 moeten komen, maar volgens mij is die niet spuit 11. Nee, volgens mij. Zeker wel. Nou, dat is mooi. Spuit 11. En dan? Dan komt de peer. En dan komt de peer. Maar we krijgen eerst nog Daantje Moenders. Oh ja. Die altijd zichtbaar zit te genieten met het vaandel. Ja. Het is eigenlijk wel mooi. We staan hier te kijken naar Daantje Woenders. En Daantje is natuurlijk de eerste vrouw in het protocol. Maar ik zat net te denken, Daantje is natuurlijk best een genderneutrale naam. Even vragen hoe het met haar gaat. Daantje, hoe gaat het? Ja, lekker. Goed hoor. Ja, je ziet er een beetje uit als Sinterklaas op zo'n paard. Ja, dat zei je vorig jaar ook al, ja. Ik lijk het toch niet op? Nee, je hebt geen baard, gelukkig. Nee. En een stukje jonger, hè? Zeker. En knapper ook. Hé, dat is mooi. Waarom is die vertraging er? Ik heb geen idee. Dat kunnen jullie mij wel vertellen van hiervoor ergens. Nou, wij stonden hier op jullie te wachten, maar goed. Oh, hey, ik zat net te denken, hè? Eerste vrouw binnen het protocol. Daantje is natuurlijk ook een genderneutrale naam, hè? Ja, dat klopt. Misschien is het daarom wel de reden dat dit de eerste vrouw is binnen... Dat zou kunnen, of omdat ik kan paardrijden misschien. Dat is ook een goeie. Dankjewel. Succes. Ja, dat was een hele snelle. Ja. Ja, die gaan we niet meer interviewen, deze. Ik denk dat het zo lang duurt omdat ze broodjes kroket hebben. Dan moeten ze blazen. Ja, dat zal het zijn. Klopt. Kees die is er even een jaartje tussenuit. We zien hier de peer met zijn assessor en het Riek. En de assessor is normaal natuurlijk Kees Minkels. Maar we hebben nu een Daan Langhout. Want Kees Minkels die is er een jaartje tussenuit. Skiën of zo, denk ik. Dus dit is wel de assessor, maar geen Kees Minkels. En zwaaien dat hij kan. En misschien dat hij ook wat kan zeggen. Hij kan praten, deze. Hij kan ook zingen. Peer, ben er blij dat je er weer bent, jongen. Hans, ik ben heel gelukkig dat ik er weer ben. En we zijn druk, en we zijn fijn, en mooi, en gezellig. Kijk, dat vonden wij ook. Nou, het gerucht ging ook dat de assessor, Kees, enorm jaloers was dat... Dat juffrouw aanwezig was. Ja. Juffrouw Hendrien, nee, mij niet gezien. Roept hij. Ja, daar roept hij. Ja. En hier de gemeenteraad. Dus jongens, goed bezig. En dan krijgen we hier het armbestuur. Dat zijn de notabelen die nog allemaal even moeten. Hè? Dat is een parodie op de godshuizen. Ja. Ja, nou zit er ineens goed de vaart in. Ja. De bellenfleuren. Ja. En dat zijn weer de vrouwen. Ik dacht dat ik het net al had verteld. De vrouwen van de dassendragers. Ja. En die delen drank uit. Heel veel mensen dachten dat het de vrouwen van de kikvorsen waren, maar dat is niet. Ja, misschien door de kleuren? Door de kleuren, ja, dat geel en groen.
Oh, kijk. Het is niet alleen drinken. Het is ook lekkere snoepjes. Ja, ja. Dus er is voor iedereen wat, hebben ze meegenomen. Ja. Allemaal voor jou. Het is daarom dat ik het meest jou. 3 dagen lang een prietje met, oh oh. 3 dagen lang dat is kei vet. Oeteldonk mag ook niet dik. Ik heb een heel groot hart, daar neemt dus kei veel plaats in. Ik heb ook een grote kiel. Zo'n blum mij dik, dan zeg ik, dat is waanzin. Ik heb zware botten, gelijk op mijn zuster Karin. Het is geen vet, het is allemaal een factie. Als iemand zegt, wat ben ik dik? Zeg ik, wat zeg ik dan? Ik ben niet dik, nee. Vol met liefde, 100 kilo passie. Allemaal voor jou, ik geef het gerne weg. Het is daarom dat ik het meest jou. 3 dagen lang een frietje met, oh-oh. 3 dagen lang, daar is kei vet. En als er iemand lacht of wil een dikke tranen griet, slijt er hem op hem heen en noem hem dikke vriend. Mensen, ik ben niet dik. Nee, ik zit vol met liefde. 100 kilo passie, allemaal voor jou. Ik geef het gerne weg, het is daarom dat ik het meest jou. 3 dagen lang een frietje met, oh. Ik ben niet dik, nee, vol met liefde. 100 kilo passie, allemaal voor jou. Ik geef het gerne weg, het is daarom dat ik het meest jou. 3 dagen lang een frietje met, oh. Ik ben niet dik, nee, vol met liefde, 100 kilo passie, allemaal voor jou. Ik geef het gerne weg, het is daarom dat ik het meest jou. 3 dagen lang een frietje met, oh oh. 3 dagen lang daar is kei vet, oh oh. 3 dagen lang een vlees kroket, oh oh. 3 dagen lang van A tot Z, oh oh. 3 dagen lang red ik een tet. Mooi jongens. Dankjewel. Kijk, met mijn favoriete carnavalsvereniging Frappant. Is Bram. Dankjewel jongen. Ik weet niet of Hans ons kan horen, maar... We zijn nog even bezig, Hans. ja, de eerste wagen. Daar weet jij meer over. Ja, nou ja, dit is van Cello. En dat is natuurlijk de zorgorganisatie. Ja, vanochtend waren we al eventjes bij de Van Grobbendonklaan. En daar kwamen de eerste mensen al aan. Die hadden zoiets, wij stappen alvast in. En die zitten daar en ze hebben zelf ook aan de wagen gewerkt. En dat is gewoon machtig mooi. Het laat ook weer zien, Oeteldonk is voor en van iedereen. Ja, ja. En het waren hele drukke bouwers, want dat hebben we gezien. Ja. Ze waren heel druk bezig en iedereen had daar de grootste lol. Ja, Theo Marx die heeft dit dan allemaal bedacht en ontworpen. En dus samen met iedereen van Cello dit gemaakt. Ja. Met niet het motto plakken, maar met het motto met elkaar veel plezier. Nou, dat hebben ze sowieso gedaan. En ja, hoe mooi is het om dan ook aan het einde van al dat harde werken ook nog door de straten van Oeteldonk te gaan. Ja.
En ook dit blijft het beeld ieder jaar. Hè? Zoveel mogelijk serpentines en confetti op de wagens proberen te krijgen. Ja. Ik was meestal bij de eerste of tweede wagen al door mijn serpentines en confetti heen. Ik was daar heel goed in. Ja, in het gooien. In het gooien? Ja. Ik ben blij toch geen van die spuitbussen had. Oh nee, nee, daar vond ik helemaal niks. Nee. Dit is geweldig, Hans. Oké. Ik sta hier met een van de bouwers van deze mooie groep. Waar is jouw naam? Nek. Mooi. Oh, dat is mooi. Hey, en wat heb jij gebouwd aan deze wagen? Dit is een cellocar. Hij is een cellocar, maar heb jij ook iets gedaan? Ja, ik heb deze maak. Aha, Maya erbij. Ja, hij erbij, ja. En jij bent er ook bij. Ja, handen op. Ja, bedoel ik. En jullie hebben allemaal gebouwd hier? Ja, zeker. Hey, deze is ook mooi. Heb ik zelf gemaakt. Heb je die zelf gemaakt? Hey. Prachtige wagen. Jullie doen het goed. Volgend jaar weer meedoen, hè? Mooi. Indrukwekkend. Ja, dan krijgen we een stukje hoor je er als rolt. En die hebben een soort walking dinner bedacht met allemaal typisch bosse dingen. Ja, en het publiek mag meegenieten. Kijk, er ging bijna een taart. Nou, ik vond het wel ook goed om te zien dat kindje daar voor het fruit ging. Dus dat is weliswaar verboden vruchten, maar toch? Ja. Lopende bek, ja. Ja, nu worden dus mensen gevraagd om, of uitgenodigd om aan te schuiven. En dan is het er goed van te nemen. Misschien wel een koekje van eigen deeg, zoals die man net heeft gekregen. Ja. Ze hebben er toch heel veel werk van gemaakt. Daar komt de menukaart aan. Ja, dan kan je het heel chic walking dinner noemen, maar lopende bik is dan toch net... Lopende bik, ja. Is dan toch net weer wat meer van hier. Nou, en als laatste gaat het kuksje van eigen deeg. Ja, ik sta hier met een menukaart voor me. Kijk, gebakken peren, kuksken van eigen deeg, een oude taart, een kwaaitongen, eenheidsworst, verbooien vruchten. Ik schat meestal in. Ik schat jou in op verbooien vruchten. Ja, dat zie ik eigenlijk goed. Ik weet dat, kom. Ja, mag ik mee naar de verbooien? Ik mag mee naar de verbooien vruchten. Oh, kijk, ja. Och, wat ziet dat er lekker uit. In grote verborgen vrucht, inderdaad. Ze schrikt ervan. Ja, ik snap. Niet verder vertellen, jong. Oh, nee, ik zal het heel, heel stiekem. Ja, zo, achterhoe in de das. Achterhoe in de das verstoppen, verborgen vrucht. Dit mag al op. En niet meer aankomen daarna, hè. Ik moet hem inderdaad heel voorzichtig opeten, dat iemand het mag zien. Wat heb ik dan doen? Maar lekker hoor. En die oude taarten zijn allemaal al uitverkocht. Er lopen wel meer oude taarten. Het zijn allemaal oude taarten. Ja. Er snapt er niks van, hè. Hey, houden we. Hé, hey, dankjewel. Mooi. Ja, nou gelukkig ging dat heel subtiel. Want je zal maar gezien hebben dat die verboden vruchten eten. Krijg je thuis gedoe mee? Ik wil er liever niet over hebben. Oké. Okay. Ik wil het er niet over hebben. We'll be right back.
Zijn dat de krapjes al die we horen? Nee, dat denk ik niet. Er liep net nog wat tussendoor, dus wie weet... Ja, hij is heel klein. Oh jee. En dit hoort er ook bij, hè? Ja. Een kleine... Ik denk een kleine loopgroep. Een kleine loopgroep, ja. Ja, heel groot zal het niet zijn. Nou. Ben je ook mooi klaar mee? Ik denk, zeg het erbij. Een jong talent ineens hier tussen. Ja. Ja, die zijn denk ik even ingehaald door... De wagen van Cello en de lopende bik. Ja. Jong Talent, een van de grotere clubs in Den Bosch, die heel wat nummers hebben gewonnen met het Kwekverstein. Ja, en altijd hoog eindig, of bijna altijd hoog eindig, eigenlijk altijd wel de finale halen. Ja, klopt. Veel creativiteit en altijd een knipoog in de muziek. Ja, en ik denk dat ze het met paplepel in hebben gelepeld gekregen, want van alles wel. Ja. Dat is de vader, hè? Ja. Van een van de oprichters van Jong Talent. En Jong Talent, dat wordt ook steeds ouder. Maar ze zorgen wel weer voor Jong Talent. Ja, inderdaad. Je ziet de jeugd daar ook weer helemaal terugkomen. Erg leuk. Dan gaan we nu richting de Krapkes. En die hebben er weer mooi werk van gemaakt... Met ze werken eigenlijk al jaren samen met een speciale groep. Voorafgaand aan de wagen of achteraan de wagen, dit jaar voorafgaand. Ja, en dit is... Bedacht door onder andere Ivo van Harmelen, dit theatergedeelte. En dan hebben we straks de wagen van Robbie Bertens. En ze hebben eigenlijk de spoorzone als idee genomen. Want ja, daar gaat ontzettend veel geld in zitten. Ja, van wat gaat dat ten koste? En is er wel genoeg geld? Komt het allemaal af? Gaat die rails gelegd worden? Daar draait die wagen straks om. Maar eerst moet even de rails goed liggen. Want ja, anders geen spoor en geen spoorzone. En van de geld, alles is met de knipogen. Ja. Van de geld plukt het geld. Dat zien we dadelijk op de wagen. Hartstikke mooi dat de spoorzone wordt aangepakt. Ja. Maar ja, wat voor gevolgen heeft dat? En dat is ook wat er vooral op die wagen te zien is. Ja, wat ik net al zei, met de knip ook. En van geld, van de geld, een van de mensen uit onze gewone raad, zeggen we dan, die zit bij een geldboom.
ik Ivo even interviewen. Ivo. Meneer Ter Voort, Hans. Fijn dat je er weer bent. Ja, ja, nou jij ook. Wat stelde u precies voor, deze act? Nou, het gaat over de spoorzone. Die wordt voor 83 miljoen verbouwd. En wij maken ons zorgen dat de hoogheid niet meer aan kan komen. Dat er heel veel huizen plat moeten. 83 miljoen. En die Mike van der Geldzak, die blijkbaar uitgeven. En wij denken dat het pijn aan het einde zit. Want daar zit een vleermuis. En die vleermuis is beschermd. Die kan alles onder druk zetten. Aha, slim. Maar die hoogheid, die is het meest belangrijk. En Robbie Bertens, de ontwerper van dit jaar, heeft dat heel slim in elkaar gezet. Dus wij zien dadelijk de vleermuis terug op de wagen? Ja, helemaal aan het eind. En de draak die komt uit zijn moeras omhoog. Dan zie je, die komt eraan met de hoogheid voorop. Ik ben benieuwd. En dat personeel van de Oeteldonkse buurtspoorwegen, die doen zoveel goeds in dit dorp. Dat is echt fantastisch. Nou, dat is mooi dat mensen ook een hart onder de riem worden gestoken. Ja, precies. Dankjewel, succes. Ja, en jullie succes meteen. Kedengedeng, kedengedeng. Nou, dus die vleermuis, die nog eens goed in het eten kan gooien, die staat achter op de wagen. Gaan we dadelijk zien. Maar eerst nog even de prins die zijn stapsteen mee moet nemen. Want ja, kan die straks nog wel op het perron aankomen? En, of moet hij ergens anders naartoe? Of ja, die heeft dus zijn stapsteen maar bij zich dat hij in ieder geval ergens kan aankomen. Ja, want dat is toch de grootste angst van deze club. Kan het allemaal nog wel doorgaan? De mensen delen ook treinkaartjes uit, hè, langs de kant. En die treinkaartjes, ja, daar hopen ze dan mee op het nieuwe station te kunnen komen. Maar dat zal nog wel een paar jaar duren, ja, denk ik zo. Dat denk ik ook. Ja, zoals Ivo al zei, we hebben ook nog een draak die misschien ook wel verplaatst moet worden. En niet bij dat nieuwe station en die spoorzone past meer straks. Daar zou wat zijn. Daar is een keer sprake van geweest. Ja. Die wilden ze op de Maaspoort zetten. Ja. Dat is geen grap. Ja. Dat wilden ze. Nou ja, dus nu is het ook een beetje, ja, waar gaat de draak naartoe? Kan de prins aankomen? Dat zijn allemaal zorgen die ze hebben, ja, bij de Krapkes. Ja. En ook weer een prachtige wagen. Ja, ja, er beweegt weer zoveel. En ja, gaat het zijn op rood, gaat het zijn op groen. Kunnen bij we het. Bij Van der Geld is altijd wat te doen. Ja. Maar ja, is er genoeg geld? En wat verkoop je ervoor? Want je ziet al een bordje in de hand cultuur te koop. Ja. Van, ja, van welk geld gaat het? En ja, hoe ga je het als gemeente verdelen? En dat is, ja, dat is een uitdaging voor iedere gemeente. Je hoort ook heel veel mensen zeggen, hè? We hebben grote projecten in Den Bosch al gekregen. Neem het theater. Kijk, hier zijn hier is en de geldboom. Ja, en de vleermuis. De vleermuis. En die kan het roet in het eten gooien. Ja, en dat is het. Hè. Er zijn al zoveel projecten en moet dit en moet daar zoveel geld naartoe. Dat is de eeuwige discussie. En ja, daar is een gemeenteraad ook voor om daar beslissingen over te nemen. Maar ja, van welk geld en gaat het allemaal wel door straks? Maar daar is ook weer de Bosse optocht voor. Juist. Om dat weer te laten zien. Hè. Dus het is, ja, alles mag ook op de hak genomen worden. Tuurlijk. En hier zijn alweer de volgende. Dit zijn de Hup Marianne. De Hup Marianne, ja. De Olympische Spelen. Oké. Wat gebeurt hier allemaal? Wat gebeurt hier? Wij gaan voor de gouden plekken in Parijs. Wij zijn Team Oeteldonk. Dus als jullie kijken van de zomer, als wij daar stadion in lopen, ook pronkjuweel. Mooi, hè? En welk onderdeel doe jij mee? Daar zachtig ga je toch wel, hè? Ja, de ik doe daar stoten. En ja, ik ben nu deze carnaval een beetje aan het kweken. Want daar zijn nooit alle dunsten. Vandaar dat wij daaraan mee kunnen doen, hè? Ik ben benieuwd. Maar door de kwalificatieronde heen, ik zie daar ook de zus van de Ankie van Rinsven. Ja, ja, ja. Kijk, daar zie je ook wel. Je hebt een ander figuurtje, hè? Dus we hebben daar echt een beetje op elkaar afgestemd. Dat snapte wel, zeg maar, hè? Maar vooral Team Oeteldonk is gewoon, ja, wij willen ons uitstralen over de wereld, zeg maar, dat wij ook heel sportief kunnen zijn. Hoeveel gouden medailles gaat Team Oeteldonk halen? 11.
Uiteraard 11. Succes! Dankjewel. En we hadden het er al over dat je plekken op zoveel verschillende manieren kan uitleggen. Ja, en dit zijn dan de schouwplekken. Nou ja, het is ooit uitgerekend dat als Brabant mee zou doen aan de Olympische Spelen, dan waren we vijfde, we waren als Nederland vijfde en als Brabant zevende geworden. Dus ja, dat hier in Brabant en vooral ook in Den Bosch veel talent is, ja, daar zie je nou ook alweer aan de Marianne. Dat zien we nu gebeuren. Weer de hele kleine groepen tussendoor. Zij zijn van het plekbureau. Het gaat over mensen die onder de plek zitten. En ik dacht eerst dat het een soort datingbureau was, maar ik, als ik aan plekken denk, denk ik toch misschien een beetje aan onder de plek zitten. Ja. En plekbureau, we houden in. Ja, kijk, wij hebben al heel lang drie vrijgezelle vriendinnen. En die willen heel graag onder de plek. Maar ze kunnen niet vinden. Dus wij gaan even mensen zoeken die graag willen plekken. Maar ja, ik zit zelf onder de plek. Dan maakt het niet. Dan kan ik dus niet. Nee, ja, ja, voor carnaval, hè. Ah, oké. Okay. Ik weet het nooit niet. Maar als je iemand kent, moet even scannen. En dan maken wij de match. Nou, fijn. Dus als je onder de plek wil, dan kan je daarvoor zeggen. Kunnen bij ons terecht. Zelfs een Instagram voor. Dankjewel. En dit is zo mooi, ja, aan ook de intocht, maar dan ook zeker vandaag. Die kleine acts tussendoor. En, ja, en die kunnen inschrijven tot op het laatste moment, ja. Hè? Ja. Het was heel mooi dat de eerste inschrijving was vandaag op 11 over 12. Kwam de eerste inschrijver, of 11 over 11 kwam, ja. De eerste inschrijver. En ja, die was geregistreerd. En ja, mensen kunnen dat zelf doen. Ja, ja, ja. Dat, ja, ik vind dat toch wel mooi. Op het moment zelf van, nou, ik heb nou een idee. En dan komen ze. Ja. Ja, en dit is, hier is heel veel werk in gaan zitten. We hebben het er al over dat het, ja, maanden is. Maar deze mensen zijn eigenlijk al 3 jaar bezig met deze wagen. Ja, eigenlijk wel. Ja, het is een prachtverhaal. Als je naar deze wagen kijkt, deze is helemaal opgebouwd. Sowieso van papier-maché en het gaatswerk. Maar helemaal volgezet met de binnenkanten van zakken chips. Die zijn uitgewassen, zijn gereinigd, zijn schoongemaakt. Het is een ontwerp van Henriette Molhuizen, volgens mij. Ja, ja. En alleen de bloemetjes al, daar zitten een kleine 5000 zakken in. En dat heb je ook weer op die muts. Alles is van zakken chips. En als je heel dichtbij zou komen, zie je ook nog de merken zelfs zitten. Ja. En wat voor chips tot is hebben. Volgens mij vanaf februari hebben ze chips zitten eten. Ze hebben 3 jaar lang chips zitten eten. En dat allemaal omdat ze heel graag een balmasqué wilden maken. Ja. En ze wilden dat doen, want dan kon Hendrien. Want die mag dan dit jaar 1 dag mee. En ja, die gaat dan naar het balmasqué. Ja. Maar ja, gaat ze als Hendrien of toch een beetje als de plaaggeest? En dat zijn de maskers die ze vast heeft. Ja. Dat ook, En dan hebben we hier stiekem onder de... Onder de rok van Hendrien, van mejuffrouw Hendrien. Juist. Hebben we toch nog even de Kees. Met een dikke vette knipoog naar heel het carnaval. Juist. Mooi, hè? Maar wat ik dan ook weer heel mooi vond van die wagen... was dat ze vorig jaar, of van de vorig jaar, dat ze alles met eierdop, ja, hebben gedaan. Maar dat doen ze ieder jaar. En dit is... Jouw favoriete loopgroep. Ja, nou ja, ik vind het gewoon heel bijzonder. We zagen ze al eerder in de uitzending. Dan ben je een loopgroep. Dan doe je jaren mee aan de intocht. En dan mag je een keertje niet meedoen. En dan denk je, ik doe mee aan de optocht. En dat wordt groter en groter en groter. Ja, en ineens ga je eens meten. En dan kom je tot ontdekking. Ja. Dat je getakeld moet worden, want die mooie kop van Knillis, die moest er nog bovenop. Die moest er nog bovenop. Dus het is een loopgroep
waarbij kleine loopgroep. Een kleine loopgroep waarbij ook getakeld moet worden. Het is wel erg leuk, want in dat ene in het huisje wat ronddraait, zit een van de kinderen. Ja, ja, en dit is een ontwerp van René van Lamoen. Die zagen we net ook in het filmpje. En ja, hij was eigenlijk bezig, en de hele club was bezig met het maar drukker en drukker worden. En dat de grote clubs niet meer naar binnen kunnen. En daar moeten we toch wel iets voor verzinnen. Ja. Ik zou zo graag willen weten waar ik een lekker glasje bier kan gaan scoren. Alles is vol. Waarom? Alles is vol. Alles is vol. Ik kan nergens blijven plakken. Het enige wat er plakt is mijn broodmeulen. De vloer. Oké. Dus je bent op zoek naar nieuwe plekken? Ja, want ik wil eigenlijk wel lekker blijven plakken. Lijkt me ook gezellig om met jou te blijven plakken. Ga er mee dan? Nee, ik moet een beetje werken hier. Goddomme jongen, ik zou bijna zeggen, harde vak geleerd. Zit ook iets in. Schiet op, schiet op. Ze gaan verder zonder roep. Ja, dit zijn dan alweer de perenplukkers. Die de landelijke politiek in de optocht hebben gebracht. Oh, dat gaat maar net goed. Ja, ik blijf. We hebben ze dat zien oefenen die je dacht. Ja. Toen wij bij de bouwers gingen kijken. Een heel leuk stuk. Dat is het verhaal van die koe, hè? Ja. De muziek herken je ook meteen, hè? Heerlijk. De perenpluks. Vorig jaar zijn die 1 geworden, hè? Ja. Altijd ook eigen muziek erbij. Ja. Kijk, en als Caroline op de kar zit, dan kan het niet missen dat ze daar dat nummer toch gaat spelen. Ja, naar boven op die koe, we zien het aan de groene nagellak, is Caroline van der Plas. Ja. En kijk even, groene nagellak. Ja, ja, ja. Ja, en dat zijn die details, hè? Ja. Alles moet kloppen, want... Nou ja, en boer Knillis en de burgerboerbeweging. En die Ronnie Meijer, hè? Dat is een echte... Hij is hartstikke fanatiek. De ontwerper, hartstikke fanatiek. Die zegt ook, ik zie met angst en beven tegemoet dat er geen telefoonboeken meer zijn. Want die plakken het lekkerste. Ja, dus misschien nog even een oproepje. Heeft u nog ergens thuis telefoonboeken liggen? Ja. De perenplukkers willen ze heel graag hebben, want daar plakken zij mee. Ja, inderdaad. Ja. Want dat is fijner papier. Maar ja, iedereen heeft meer boeien. Ik denk niet eens meer dat ze gemaakt worden. We horen het achteraf van. Ja. Prachtige wagen. Blijft er ook een goed nummer om met een live publiek te spelen. Dat is toch heerlijk. Heerlijk. En ook met carnaval, dan hoef je niet alleen de echte traditionele carnavalsmuziek, maar dat mag zonder nummer ook. Ja, als het maar feest is. Dat bedoel ik. Lijkt toch weer even een opstopping te komen. Ik weet niet of dat is omdat de perenplukkers even rustig op een plek spelen.
Ja, we hadden het er al over. Het is passen en meten met die wagens. En ja, als het dan zo vol, de straten zo vol zijn, is het misschien wel lastig om af en toe de bocht te nemen. Ja. Mevrouw de Perenplukster. Hallo, heb je die knappe boer daar aan de voorkant gezien? Ik zag heel veel knappe boeren. Helemaal vooraan. Oh, zo'n mooie vent. Ben jij nog op zoek naar een boer? Ja, dat is zo'n mooie vent. Brilke op, sjouwtje om. Ja, echt prachtplaatje. Ja. Maar wil die twee vrouwen of wil die maar één vrouw? Hij wil er twee, hè? Ja, dat hoopt ze. Ik snap het. Hey, hoe gaat het er nu toe? Ja, keigoed, keigoed. Gezellig, geen regen. Wij hebben het hartstikke gezellig. Het is prachtig weer. We wilden nog meer. Krijg een beetje goede reacties op de wagen. Zeker, zeker. Maar dat mag ook wel, toch? Kijk even wat voor prachtplaatje het is. Ja, heel mooi. Maar wordt het weer nummer 1, denk je? Dat hopen we wel. Dan gaan we wel verder natuurlijk, hè. Succes, dames. Thank you. Ja, en je wilt toch een beetje beloning hebben voor al dat harde werken. Maar ja, gezelligheid staat voorop. Maar dit is ja, dan denk ik toch wel weer een kans hebben als ik het zo zie. Alles klopt, alles werkt. Alles, ja, alles draait. Mechanisch. Mechanisch, ja, want dat is ook wel een verschil, hè? Ja, zij hebben jaren gewoon met het, ik zeg wel eens het duw- en shortwerk met touwen. En, ja. Maar nu alles elektrisch. Het is ja, schitterend, man. Hij ziet ook, het is tegengesteld wat het draait, hè? Ja. Ja, een schitterende wagen. Maar hoe lang ook mee bezig, hè? Mensen die later hebben ingeschakeld. 4 maanden, hè? 4,5 maand. En dan is dat niet, we doen een uurtje in de week. Nee, dat is ja, bijna een fulltime baan voor sommigen. En zeker ja, in de maanden na kerst ja, is het volle bak. En, ja, dan moet de thuisfront ook maar tegen willen kunnen, hè? Ja. Dat zei hij ook. Hij zegt, het is ja, toch iedere avond zijn we weg. Ja, ja, we hadden met Ronnie Meijer inderdaad dat besproken, de ontwerper van deze wagen, van de perenplukkers. En ja, ja, het moet of thuis moet meekomen of moet het maar oké vinden. En we zijn heel erg blij dat bij de perenplukkers er genoeg mensen thuis waren die het fijn vonden. Want wat een mooie wagen. Ja, schitterend. En dat is nog maar een beetje ja, het begin, hè? Want we hebben nu een paar wagens gehad, maar er komt nog zoveel moois aan. Er komen nog hele mooie wagens aan en een paar hele leuke loopgroepen. Goedemiddag, ik sta hier naast de chauffeur van de perenplukkers. Jazeker, van de perenplukkers. Valt het mee tot nu toe? Oh, dat valt wel mee. Maar dan ben je rustig aan. Maar nou begrijp ik dat chauffeurs helemaal niks mogen drinken. Nee, helemaal niks. Helemaal geen druppel. Moet je dan naderhand blazen? Nee, daarna ook niet. Maar ze het vermoeden wel. Nou, ik zie hier nog niks liggen, moet ik zeggen. Dus wat dat betreft doet het goed. Drinken normaal gesproken wel met carnaval? Ja, normaal gesproken wel. Elke keer, maar nou niet. Nou moet ik rijden, hè. Maar tot wanneer ben je klaar, denk je? Ja, dat weet ik echt niet. Hey, wanneer het afgelopen is. Daarom. Dus jouw eerste pilsje komt om 1:00 of 6:00? Ja, zoiets wel. Maar daar heb je er ook wel voor. Ik jasje aan en dan ga ik ook vieren. Hey, is er nou anders rijden, zo elektrisch? Heb ik wel eens op zo'n trekker gereden? Ja, 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 dat wel. Het is wel anders rijden, want het is gewoon een klein karretje. Maar het valt reuze mee. Dat wel. Kunnen jullie die bocht wel om? Want hij staat al behoorlijk stil, hè? Ja, we kunnen die bocht wel om. Hij heeft vorig jaar gelukt, dus dit jaar denk ik ook wel. Heeft ook te maken met dat je een slechte chauffeur bent als je die bocht niet kunt maken? Nee, dat denk ik niet. Maar dat heeft gewoon te maken met de grootte van elkaar. Daar wel. Maar dan moet je goed in kunnen schatten, hè? Ja, dat hoeft niet, want je hebt mensen eromheen lopen. Die houden het ook goed in de gaten. Dus, we gaan dadelijk kijken of het jou lukt om die bocht te maken, jongen. Oh, dat is helemaal goed. Dat maakt helemaal. Hey, succes. Maar, dankjewel. Jullie ook, hè. Ja, nou, zo'n bocht, hè. Dat, het blijft toch lastig. We gaan het zien of het hem lukt.
Nou ja, er zijn inderdaad altijd begeleiders bij die dan zorgen ja, dat het publiek misschien net even een stapje naar achteren zet, zodat de bocht wat makkelijker genomen kan worden. Ja, ja en er liggen ook nog wel obstakels daar in de Torenstraat. Hè? Ja. Dus het is op zich best wel moeilijk. Zie je hier ook weer al die bewegende onderdelen. Ja, alles draait, alles ja. Beweegt. Nu zien we het hier weer iets beter en van onderaf. Ja, schitterend mooi. Nou, dat lijkt toch een Hollands meisje. Ja. Die wordt dan toch door boer Knillers meegenomen. Ja, daar heb ik eigenlijk niet alles over gevraagd. Wij waren veel te veel met Carolien bezig. Ja, dat is waar, dat is waar. Maar goed. Oké. De dondersteentjes. Daar zijn ze. Ja. Een grote loopgroep. Naar een idee van Sylvia van Horen. En ja, die hebben het motto, wat we ook zijn, wat we ook doen. Wij blijven eigenlijk altijd plakken. Hoe ook wilt plakken, Oeterdonk, laat u nooit meer los. Ja, en dat gaat ook een beetje om alle mogelijke manieren waarop je het Oeterdonkse carnaval kan beleven. Ja. Als je het maar beleeft. En je komt er eigenlijk ook niet meer vanaf. Als je eenmaal hier bent geweest, dan wil je nooit meer ergens anders heen. Nee, daar komt het op neer. En ze komen uiteindelijk dan samen in één kroeg. Hoe verschillend we het ook vieren, hoe verschillend we ook zijn, uiteindelijk zijn we allemaal samen één. Dat is hem. Dat is een beetje het idee achter de loopgroep, de dondersteentjes. Familie? Een hele, hele grote. Maar allemaal zussen zie je? Allemaal. Een hele grote familie. Geen broers gekregen? Nee, alleen mijn zusjes. En die twee oude vrouwtjes, wie zijn dat dan? Dat zijn onze oma's. Ach, wat gezellig. Gezellig toch? Kunnen jullie mij niet adopteren als broer dan? Dat doen wij. Oh, dat vind ik fijn. Dat doen wij. Blijf ik met jullie mee plekken. En wat plekken? Gezellig. Ja, die zijn we nu kwijt. Die is geadopteerd, Hans. Dus nou ja, hij zal vast nog wel een beetje in de buurt blijven. Want zo gaat er ook met carnaval. De ene helft van de familie is aan de ene kant van de stad, de andere helft aan de andere kant. En zo echt vanaf de allereerste momenten ben je erbij. Hè? Ja, ik denk het. Ik denk het wel, ja. Ja, nog in de buik of op de arm. Je gaat gewoon gezellig mee. Zie je die gespannen gezichtjes van die kindjes? Kijken van wat komt er nou weer aan? Ja. Prachtig, hè? Ja, je kan hem bijna niet zien, maar er staat achter de schuiftrompet, of achter de trombone, een jochie ook mee te blazen. Gewoon ja. In de lucht te blazen. Zo wel. Mooi is het.
Dan zijn we bij Veurmekaar aangekomen. Inderdaad, een Oeteldonkse drieluik, hè? Ja, zij hebben dus... je kan op verschillende manieren dus naar plekken kijken, maar zij hebben zo'n beetje alle mogelijke manieren geprobeerd uit te beelden in deze wagen. Ja. Ontwerp van Joey Kerkhoff, die doet het al een tijdje, was eventjes weg, is nou weer terug. Ja. En volgens mij is de 6e of 7e wagen al voor Veurmekaar. Nee, de 10e. De 10e in totaal, maar voor Veurmekaar was het de 7e volgens mij. Oh, Oké. Ja, dat zou kunnen. Nee, het is de 10e wagen die hij maakt. Hij hoopt volgend jaar op het jubileum. Ja, dat is, nou, als je dit ziet, dan weet ik zeker dat het toch wel een club is die hem weer vraagt om iets te ontwerpen. Zeker. En wat we zien is eigenlijk dus inderdaad een Bos drieluik. Voorop de Perens en de Kees. Als een soort ode aan de bouwers. Die blijven plekken bij de bouwers. En daarachter Boer Knillers. Met een camera waar een vogeltje uitkomt. Dus het perfecte plaatje wat hopelijk blijft plekken. En daarachter... En volgens mij gingen ze daar toch ook het publiek nog bij betrekken, hè? Daar gingen ze ook nog een foto van maken. En... Ja, helemaal achter een van mijn favoriete carnavalsnummers. Waar is het heet? Ja. Met een kiel die plekt. En zo heb je dus de verschillende vormen van plekken. Kijk, en de Kees en de Peer, of de Peer en de Kees... die zetten ze hierbij eigenlijk ook mee in het zonnetje. Want ze vinden het geweldig dat die ook altijd komen, hè, bij de bouwers. Ja. En tot ze komen kijken en zien in welke optocht rijden wij zelf ook mee. Nou, dat is deze dan geworden. Je ziet Boer Knillers de hele tijd draaien met zijn paparazzi-toestel. En je ziet hier ook wel een beetje die stijl van Meijer in terug. Hè? Wat... Ja. Hij heeft jaren samengewerkt met Meijer. En dat zie je toch terug. Toen is hij even eruit geweest, voor een ander gebouwd nog. Ja. En nu weer voor Veurmekaar. Ja, en Joey Kerkhoff zegt ook zelf dat carnavaleske, die karikatuur, dat vind ik zo leuk om te doen. Ja. En alles beweegt hier ook aan. En hier gaat het dus... Zij hebben er juist voor gekozen om het wel handmatig te doen. Ja. Vooral ook vanwege die bochten. Want als... Oké, ik zie hier weer een mooie individuele club. Waar stelt het vuur, jongen? Nou, wij zijn wasserij Nachtegaal. En wij hebben speciaal wasmiddel ontwikkeld voor blefplekken. Oh. Ja. Er zijn heel hardnekkige plekken. Je weet wel dat je kielke niet mag wassen, maar als je nou echt blefplekken hebt, dan is het toch wel verstandig om even te wassen. Anders krijg je een krokante kiel. En wat zijn de ingrediënten ervan? Ja, dat is geheim. Ja, dat hebben we niet. Dus ik kan het niet imiteren. Chinezen kunnen het niet namaken. Ik heb wel wasverschrift voor u als je wil. Kijk, wasverschrift. Ik zie het hier staan. Dat is wel speciaal voor blef. Ja, mooi. Ja, mooi, wacht. Het ziet er een beetje... Ja, duidelijk. Heb jij zelf iets last om blef plekken? Ja, hier zie ik er al één. Ik weet niet of dat plek op plek is, maar als plek op plek is, hebben we maar één middel, dat is de plekkenschaar. Die hebben we ook bij. En dat gebeurt ter plekke? Dat gebeurt ter plekke. Je kan ook wassen ter plekke, maar je kunt ook gewoon een schoon kieltje krijgen als je wilt. In mijn maat? Ja, kom. Is gekrompen volgens mij. Nee, dat valt wel mee, maar hij is een beetje nat. Ik hou het toch even bij deze, denk ik. Oh, dat is goed. Dat is goed. Hey, succes met de wasseret de Nachtegaal. Niet op waswoensdag komen, zijn we gesloten. Dankjewel. Niet op waswoensdag, dan zijn ze gesloten. Ja, dat zijn dan van die prachtige dingen die zomaar langs de kant een keer meekomen. Hè? Ja.
Ja, ik vraag me altijd, hoe kom je erop? En dan moet je toch, ja, vrienden van mij die deden ook wel eens mee met de intocht, maar dat bedachten ze meestal op de ochtend van tevoren. Ja. Maar dit, hier zit toch wel wat voorbereiding aan? Nee, hier zat voorwerk in. Dat is jammer, hè? Het gaat ontzettend snel. We zitten alweer op de helft van onze mooie optocht. Dat is zeker snel, ja. Maar dat betekent ook nog dat we nog een helft moois te komen hebben. Ja. Zo, dit is wel heel veel herrie. Daarom was ik net ook ineens zo stil. Ik denk, wat is dit? Ja, dat zijn dan toch gewoon... Een nieuwe aanvliegroute. Een nieuwe aanvliegroute, ik denk het. Ik dacht dat ze alleen met de trein kwamen, de mensen. Ja, ik denk niet dat ze hier uitspringen, toch? Oh. Ja, ik weet het niet. Maar het gaat onverstoorbaar verder, hè? Ja, zolang de trom maar blijft trommelen, dan tempo aan blijft geven, dan moet de rest gewoon door. Zo is het. Ook weer een oude club. Ja. Tari Fanfaria loopt te voet. Ja, echt. Ik kan me niet anders herinneren dan dat zij erbij waren. Altijd. En nu dus bij elkaar. Voor deze optocht. Dus normaal gesproken twee aparte twee clubs. Twee aparte clubs. Ja. Maar nu lekker samen. Meer gezelligheid. Waarom? Meer muziek. Ik weet niet waarom. Maar dat Tari Fanfaria die ook altijd met het Kwekverstein weer meedoet voor de nummers. En ja, daar toch ook altijd een hele theatrale act neer kan zetten. Ja. En ja, wel altijd heel erg mooi. Van Helene Fischer, hè? Ja. Ook nou, niet echt een carnavalsnummer, maar zo klinkt het toch prima, dacht ik. Helemaal goed. En ja, ik denk dat ze het alvast goed hebben gedaan, want de volgende wagen die eraan komt, die is van de Dikkupkes. En als thema hebben ze Oeteldonk warmt op. Nou, dat hebben hun al goed gedaan. Ja, ja. Langs de kant hebben ze die Oeteldonks goed opgewarmd en het klimaat verandert. En niet alleen ver weg, maar ook hier zegt deze club, Oeteldonk warmt op. En over 11 jaar hebben wij een tropisch carnaval. Dan moeten we allemaal een kiel laten maken met korte mouwen, denk ik. Ja, dat zou zomaar kunnen, tenminste wat deze club betreft. En ze hebben vooraf, we zagen het net al eventjes, cocktails die worden uitgedeeld. Ja. Want ja, bij tropische temperaturen horen nou helemaal cocktails. Ja. En als we het goed, ja, dadelijk komt de auto of de wagen goed in beeld, dan zien we Mikkens ook meteen weer met zijn handje naar die cocktailbar gaan. Hè? Ja, en Erik van Boksel heeft dit allemaal bedacht. Ja. Kijk, daarvoor op lopen ze cocktails uit te delen en te shaken. Met fantastische namen als Sex on the Parade in plaats van Sex on the Beach. Ja. Vind ik toch aantrekkelijker klinken. Ja, anders. Anders. Maar lekker. En nou, wat hebben we nog meer? Amadeo Sauer. Klinkt ja. Ook goed. Klinkt goed. Ja, wat hebben we nog meer? Ik zat even mee te lezen op die cocktail, op de cocktaillijst van hun. Ja. Hier zien we
Ja. Nou, lekker. Ik zie hier de Oeteldonk Libre, Amadeo Sar, Pornstar Hendrini. Oh, Bloody Dance Marie, daar is hij heel goed in. Oh, de Bloody Dance Marie, daar lijkt me wel iets. De bewegingen herken ik. Ja, mooi hè, maar we doen ons best. Ze kunnen er niet meer van maken. De Bloody Dance Marie, dat waren de passen van de Dance Maries. Dankjewel. En de inhoud? Die niet. Vandaag niet. Maar ik snap het. Maar het idee is goed. Dankjewel. Hey, mooie wagen, jongens. Dankjewel. Nee, er is geen drank voor hem. Nee, dat mogen ze niet uitdelen, want veiligheid boven alles. We zien op de wagen ook nog de minister van Optochten, Edwin Kiep. Edwin Klep, ja. Klep, sorry. Ja, ik zat Hoe kom ik daar toch weer bij? Ja, omdat het beweegt en het kiept en dat zal het zijn. Nee, ik zat al niet heel... ik weet niet waar ik zat. Maar Edwin, die staat er ook op. Toch leuk als hij genoemd wordt. Ja, met de zwembrand om. En we zien dus vooraf Mikkers die naar een cocktail grijpt. Edwin Klep met zijn flamingo-band. Ja. En Hendrien die zichzelf wat koelte toewaaiert. Want het is zo warm in Oeteldonk. En het wordt alleen maar warmer en warmer. En kijk al, moeder Hendrien met blote benen. Ja, ik ben ook heel benieuwd. Ik denk dat die mensen dadelijk niet meer zo'n dik jas aan kunnen doen. Nee. Ja, dit is dan dat tropische eiland in de Dize, nog uit de nummer, toch? Dit is, ja, dat klopt. En wat ook het mooie van deze club is, dat ze altijd wel iets interactiefs erbij hebben. Er is altijd wel iets te doen. Ja, dus aan de voorkant zag je de cocktails en aan de achterkant dus een soort rad om te draaien. En dan kan je iets tropisch winnen. En dit is GV Unio. En die halen eigenlijk alles uit de kast. En over de kast en op de kast en in de kast. Zij doen alles rondom die kast. En zij hebben eigenlijk dit samen ontworpen. Ze geven altijd aan, wij doen het allemaal. Dus ze geven nooit één naam op van een ontwerp. Ja. Het is altijd, we doen het samen. Oké, ik sta hier bij Klaus Kapteins. Klaus Kapteins is van de fleurist hier, de winkel. En Klaus, jij hebt iets gewonnen. Waar heb jij gewonnen? Ik doe al 33 jaar mijn veugeven versieren en ik heb zaterdag een oeuvreprijs gewonnen. En ik ben er nooit zo blij geweest. Ik vond het helemaal geweldig. Ik ben totaal verrast. Totaal niet in de gaten gehad dat ik die oeuvreprijs mag winnen. Maar ik vind het nou leuk met mijn vrienden om deze prijs nou met z'n allen te mogen vieren. Ik vond het echt heel leuk. Hey, we moeten even een shotje van de vuurgevel maken, Bert. Ja, dat is kip. Kun je uitleggen wat het is? Dat is het plakboek. En dat is een plakboek van 33 jaar de fleurist. Hetgeen waar ik in al die jaren heb meegemaakt en geplakt en versierd heb. En onder andere een oude Peersje erbij. Allerlei muzikanten, mijn vrienden die staan hier voor de deur. Momenten van mijn vuurgevel, mijn gezin. Het zijn allemaal bijzondere momenten die ik die 33 jaar mee heb gemaakt. Janke de Jong, mama, ik wil naar huis. Dat heb ik ook vaak meegemaakt. Ja. Maar betekent dat nou ook dat je gaat stoppen, Klaus? Nee, ik wil nog 5 jaar doorgaan. En dan ga ik nadenken van, wat ga ik doen? En ik denk wel dat ik dan is het mooi geweest. Dan heb ik heel Den Bosch al duizend keer in de bloemen gezet. Ook de Oeterdonkers heb ik al zo vaak in het rood-wit-geel gezet. Ik vind het nog steeds leuk om te doen en mensen blij te maken met bloemen. Ik dacht dat ik veel sprak, maar jij praat nog veel meer, man. Ja. Klaus, wanneer begin je met die rode rozen voor woensdagmerk? Vanaf 9:30. Ik ga eerst 9:00 begin ik. En dan heb ik een 30 minuten koffie drinken. En dan om 9:30 is iedereen welkom van rode rozen. Echt waar.
Nou, dan weten we waar we moeten zijn. Dank niet, niet te laat, jongens. Ik bel u op, Hans. Dank u wel, Klaas. Ja, dat is een van die extra wedstrijden, extra dingetjes om de sfeer al wat eerder opgewarmd te krijgen. De veugevel, ja. En er zitten af en toe hele creatieve dingen bij, hè? Bij die voorgevels of veurgevels. En dit is Unio dus nog steeds met allerlei dingen in de kast en uit de kast en op de kast en bij de kast en over de kast. Ja, het is hier op knillers met het oogst om te nemen. Ja, het is klaar. Ja. Die komt voort ook uit zijn kast. Het lijkt een beetje op alsof de ministerraad opgejaagd wild is. Ik heb het idee dat zij er... Ik dacht even dat ze er tussendoor liepen, maar ze horen er gewoon bij. Ja, nee, ze hebben echt alles uit de kast gehaald. Ja. Een flipperkast. Ja. Frank, wat gebeurde er? Kortsluiting. Gij staat bij de alleen bij hun hier, maar ook bij mijn kortsluiting. Ja, maar dat is al jaren, toch? Mooi. Al heel lang kortsluiting. Maar jij bent in de meesterkast en we hebben nog meer voor kasten. Oh, we hebben een bijenkast en een prijzenkast en we hebben ook een gokkast. En een gokkast, kijk, och, hier. Ja, hij ziet eruit of dat hij zelf vaak ook gokt. Weken? Ja. Iedere dag. Want je weet niet of die weer schevend is, hè? Dat klopt. En hoe kom ik erachter? Ja, gewoon een keer zo'n gokje waard. Kan ik... Dan? Dan gaat hij draaien. Ja? Nou, ik ben benieuwd. Oh. Nou wel dan. Kijk, ik heb prijs. Ik heb prijs. Kijk eens aan. Oh, dus dit is met een prijs. Die is uit de kast gekomen, dat is duidelijk. Nou ja, iets winnen is toch altijd leuk? Ja. Ik weet niet of je met dit allemaal blij moet zijn, maar het is weer wat gewonnen. Ik blijf het leuk vinden dat zo'n groep, het is een loopgroep, maar het wordt steeds een grotere loopgroep. Ja. Job hebt, wilde er ook eentje, alleen gewoon een gruwelijk verzekeren. Dat wel. En een mooie knieën lippo hebben we ook nog. Je moet een beetje opwerken met je handen en dan hopla, komt je zo wat in de sokkel omhoog. Ik ben benieuwd, en een knieën lippo? Ja, die bovenop. Beetje koud, beetje hard, voel hem. Ja, ik voel hem ja. Dan mag hem hebben. Nou zeg hier. Kijk hier, in een perenijsje. Uit de ijskast. En wel opletten, want je gaat er van zeveren. Dus, ja. We laten ons eigen verrassen. Juist. Gaan we door naar de volgende wagen. Ja. Nooit op tijd thuis. Nooit op tijd thuis. Zwevend langs de mooiste plekken. Deurels Oeteldonk trekken. Ja, Stefan Heesbeen, de ontwerper. Ja. Heeft dit jaar vooral gekeken naar alle mooie plekken, maar ook alle drukke plekken. En in ons mooie Oeteldonk. En waar het bijvoorbeeld druk is Uilenburg, Ridderstraat,
En dat soort dingen hebben ze allemaal uitgebeeld. Ja. En ja, werkelijk prachtig gemaakt. De ridders van de Ridderstraat staan er inderdaad tussen. En we zien dadelijk ook nog een bord vol is vol. Want de Ridderstraat is ook nogal snel vol. En het wordt steeds drukker en drukker. Dat beelden ze met deze wagen uit. En zij zijn dus ook zo'n club. Ze zijn een half jaar bezig. Dat zie je er ook vanaf. Maar ze zijn een half jaar bezig. Bouwen, bouwen, bouwen. En dan ja, voor één zo'n mooie stoet. En een optocht door de Oeteldonkse straten. En ja, die hebben gewoon lol met elkaar een half jaar. Het is een onderdeel van hun leven. Ja. Ja, zeker. Nou weet ik niet meer wat precies die grote libel daarboven deed, weet jij? De libellen van Oeteldonk vanuit het moeras. Vanuit het moeras. Je vertelde net over Stefan Heesbeen. Dit is de zevende keer dat hij voor de Not heeft gebouwd. Hè? En daar hebben wel wat jaren tussen gezeten en hij gaat ook weer weg. Ja, dat vinden ze erg jammer. En ja, kijk naar dit prachtige werk. Dan snap ik dat je het jammer vindt dat hij weer vertrekt. Maar nou ja, dit is dan toch een prachtig afscheidscadeau, toch? Zeker weten. Hoe je het ook allemaal verzonnen krijgt. Hier ook weer de draait beweegt van alles. Ja. Ja, en dat je al die straten maar ja, weet uit te beelden. Ja, schitterend mooi. En alles, dat kunnen we nu zien, met de hand voortbewogen. Ja. Alles wat draait en beweegt, dat doen de mensen zelf. Maar dat was ook wel weer het mooie. Want bij een van de clubs zei ze ook van, het mag vriezen. Maar onze leidingen die kan nooit bevriezen, want wij doen alles met de hand. Ja, dat was Fleur Mekaar. Die zeiden, ja, dat is voor ons een reden om nooit naar mechanische zaken over te schakelen. Want daar kan van alles mis mee. En wij kunnen het nou zo timen dat we bijvoorbeeld voor een brug of een bocht of juist langs de tribune van Veurmekaar dat kunnen bewegen. En dan zijn dit de rare schutters. Daniel van Velzen heeft deze ontworpen. En dit gaat eigenlijk om likes. Likes krijgen. Ja. Iedereen is bezig met een selfie met de prins, met knillers, met iedereen is er maar mee bezig. En ja, uiteindelijk maakt dat ook wel, moet ik zelf zeggen, dat mijn telefoon, ik heb nu dit jaar nog eigenlijk geen foto's genomen, maar normaal gesproken vind ik dat ook wel leuk om op woensdagochtend nog even te kijken hoe leuk het ook alweer was. Hoe leuk dat was. En als het goed is bij deze wagen, kunnen mensen ook een selfie maken. Ja. Bij deze, namelijk dit is de aap die, zoals ja, nog wel eens gezegd wordt, de allereerste selfie heeft gemaakt. Die pakte een camera en maakte, nou ja, een selfie. Een selfie. En ja. Dus mensen mogen, als ze willen. Ik ben benieuwd of Hans dadelijk misschien een selfie gaat maken. Maar ja, de vaart zit er goed in, dus het wordt misschien ook wel wat lastig. En ja, we zagen het net eventjes, deze wagen is ook een dikke like aan alle bouwers. Want ja, je moet er toch niet aan denken dat er niet zoveel zulke mooie wagens door de straat zouden gaan. Ja, als je links op die wagen kijkt, dan zag je de ogen knipperen en dat, ja, daar kwam er een flits. Ja. Volgens de makers. Ja, de vaart erin houden is ook belangrijk. Dus hier is alweer de volgende. Die Jutters. Een grote loopgroep. Ik bouw voor jou een droompaleis. Zouden ze daar nou het nieuwe theater mee bedoelen? Of willen ze nou nog een droompaleis? Ik weet het niet. Ja, oké. Mag ik even iets vragen?
Ik zie inderdaad staan, jullie bouwen een nieuw droompaleis. Ja. En jullie zijn in de wolken? Wij zijn de wolken. En jullie zijn de wolken? Ja. Dus ik sta nu in de wolken? Ja. Nou, mooi. En een nieuw droompaleis heeft niks met de parade te maken, met theater te maken. Theater? Ik denk het niet. Maar wel een mooi droompaleis. Ik ga het nog eens even vragen. Dit droompaleis, dit huisje, voor wie is die nou gebouwd? Het is gewoon een luchtkasteel. Ach, het is een luchtkasteel. Het is een luchtkasteel. We dachten er komt nieuwe huizen, maar niks niet. Het is eigenlijk een klacht tegen de huizenmarkt op dit moment. Ja, eigenlijk wel, ja. Aha. We bouwen, maar het zijn alleen maar luchtkastelen. We bouwen alleen maar luchtkastelen. Dat is de wereld tegenwoordig. Zo gaat dat. Gelukkig ben jij echt. Gelukkig wel, waar. Nou, dat heeft Sarah van Boven mooi bedacht. Hoe vervelend het ook is dat er inderdaad heel veel huizen nodig zijn. Maar ja, niet helemaal zo snel bijgebouwd kan worden. Ja, en daar meteen achteraan alweer de volgende praalwagen. Voor de Leut. Voor de Leut. Ja. Met als motto, de blauwe maandag van Hendrien. En Hendrien die speelt dit jaar natuurlijk een hele belangrijke rol. Absoluut, ja. Gisteren mocht ze mee. Eindelijk weer, na 3 jaar niet. Ja. Dus iedere 4 jaar op de zondag 1 dagje vrij. Ja. En ja... En we zien ze daar achter op de auto of op de praalwagen zitten. Is de aardappels op schillen, hè? Want ja, ze is weer aan het bijkomen. Ja, en ze moet gewoon meteen weer aan het werk. Maar ondertussen is ze denk ik ook wel aan het bedenken hoe ze die Kees nou eens achter het behang kan plakken. Ja, want daar wil ze toch eigenlijk wel vanaf. Hey, deze club is een afscheiding van de Future, hè? Ja, dus de jonge bouwers. Ja. En een aantal volwassenen die daar bij mij hielpen, die dachten, wat is er nou leuker als we 1 of 2 clubs hebben. Dus die zijn met 3 gezinnen, zijn ze 6 volwassenen, zelf gaan bouwen, zelf gaan kijken. Tom Koelas heeft het verzonnen. Alleen ze hebben wel zelf verder bedacht, want ja, we moesten iets met achterbehang plakken, we moeten iets zo, zus en zo doen. En uiteindelijk dus deze wagen uitgekomen. Hebben ze aan de keukentafel zitten te bedenken wat ze gingen doen. En ze hebben de blauwe maandag verzonnen. Omdat Hendrien zo down is. Hè? Ja. Helemaal down. Het moment zit er weer op en ik moet weer wachten. Tot het volgende schrikkeljaar. Dit is weer een van de oudste clubjes, hè? Ja. De Piccolo. Je ziet het, hè? 1921. Ja, grote club. Ik denk dat ze 40 muzikanten hebben. Kan goed, ja. De wagen van de optocht? Nee, de grootste, want ik hoor daarbij. Maar jij hoort daar, maar jij bent een wagentje wat vooruit loopt. Ja, daar. Waar hoor je bij dan? Bij Beb. Kleine plekken. Aha, jij bent Beb zelf. Nee, dat zijn die ander. Die andere Beb, maar wel mooi. Hé, hey, maar jij wordt, jij bent niet elektrisch, je wordt voortgeduwd, ja, zie je. Ja, want ik kan niet lopen. Dat is onhandig. Ja, dat is... Dus lekker lopen, dat is niks voor jou. Nee, dat gaat in deze jaar niet worden. Hoe komt dat? Ik heb mijn enkel gebroken. Dat is toch helemaal niet handig? Nee, niet echt, hè? Volgend jaar doe je weer mee met de loopgroepen? Dan loop ik weer lekker mee. Veel plezier. Dankjewel, hè. Ja, en dan weet ik niet of ze meedoet aan de loopgroepen, want ze is bij Beb. Maar ja, die hebben ook altijd van tevoren. En ze zijn dus nu aan het kijken of mensen, ja, de vereniging willen spekken. Ja, dat klopt.
Ze hebben de harenmeisjes vooruitgestuurd om bij het publiek de lege maritiempot weer te vullen. Want er gaat zoveel weg, er zijn zoveel potjes, roepen ze. En al die potjes die worden leeggemaakt, nou, we hebben er al iets meer van gezien, tot er heel veel potjes leeg zijn. Een potje voor het Designmuseum, het station, de lagere Diezenbrug was ook een belangrijke voor hun. Ze zitten daar te vissen in een grote pot om te kijken of er een staalsel wat uit kan komen. En de mensen langs de kant, die mogen ook mee vissen. En of daar staalsel en lood uitkomen, dat weet ik niet. Nee. En dat vinden wij heel erg. Dus wij zouden hem graag willen spekken. En hoe kan ik daarvoor zorgen dan? Als jij nou even hengelt, dan komt het goed. Ja. Hengelt. Ja. 3, 2, 1, och, kijk. Ja, daar zit weer wat spek aan. Ja, nou is hij weer gespekt. Dan komt het misschien toch nog goed met Maritiem. Ik hoop het, ja. Want 46 jaar Maritiem geweest en nou niet meer. Ja, dat is jammer, hè. Super jammer. Ben jij een beetje in de water gehad? Ja. Dan mist de geit, hè? Ja, echt jammer. Super. Ik snap het. We gaan even kijken hoe die eruit ziet. Ja, dat is een traditie van 46 jaar is verdwenen. En wat ik ook zo knap vind aan deze wagen, we zagen het net al een beetje van boven, dat vliegend tapijt waar de vaak hier op zit. Ja. Dat is ook weer zo mooi gemaakt. En ja, ze hebben zo hard hun best gedaan. En ja, ook een beetje de knipoog naar de gemeente. Ja. Een beetje, kijk hier hoe dat beweegt, dat tapijt. Dat is toch fantastisch gedaan? Dat is hartstikke mooi. En het is ook leuk. De vaak hier. Die is vaak hier. Ja. En ze ik denk, ik maak het niet. Ze hebben het thema genomen. Niet plekken, maar spekken. Maritiem wordt door heel veel mensen gemist. Dus wie weet, gaat de politiek er toch iets mee doen? Ja, je weet het niet. Wat ik zeg al, het is een knipoog ook naar de gemeente. Ja. En die wagen van Beb die we zagen, die is gemaakt of ontworpen door Theo Marx. En die zagen we ook al aan het begin. Die heeft ook bij de cellowagen het ontwerp gedaan. Dus die is druk bezig geweest. Oh, je bedoelt bij die wagen van Beb? De wagen van Beb, ja. Krijg weer een grote loopgroep, denk ik. Hè? Ja. Dames Puut, Huppie Thea, daar. Ik struikel altijd over de naam, sorry dames. En zij lopen er toch wel tegenaan. Het zijn studenten. En zij lopen er toch eigenlijk wel tegenaan dat die studieschuld zo ontzettend hoog is. En dan ben je straks afgestudeerd en dan wil je huisje, boompje, beestje. Ja. Ja, dat kan dus niet. Ze hebben nog geen geld meer voor een aardappel. Het is echt. Ja, ze hebben helemaal niks meer. Nee. Er is geen rode cent meer over, geen hypotheek, geen een aardappel. Helemaal geen een auto. Ze hebben eigenlijk niks. Nee, studenten die hebben het niet makkelijk. Nee, ze, dus zijn, als er iets... ze zijn gebonden en geketend. Ja, dus als er iets blijft plekken, is het wel je studieschuld. Laten deze dames maar weer eens zien.
Nou, die blijft wel plakken. Die studieschuld. Ja, die blijft plakken. Ja, die blijft plakken. Het ontwerp en het idee is van Isa van der Endert en Emma Aarts en Kim Veld. En Georgie Uchtaart. Die ook? Ja. Ja, ook hier is het, net zoals we net bij Unio zagen, dat ze ja, toch met een paar bij elkaar gaan zitten en het dan gaan bedenken. Ja. Hoe gaan we het doen? Wat willen we uitbeelden en wat willen we aan de kaak stellen? En dat is ja, bij het damesdispuut dus de studieschuld. Was dit Vestum? Ja. Vestum en de Eldorado's. Die doen het ook samen dit jaar. Maar ik zie vooral Vestum mensen volgens mij. Als ik zo goed kijk. Ik moet straks na de optocht toch nog eventjes terug richting stadhuis. Ik heb de Mexicanen gemist. Ja, ik ook. Ja, maar misschien hebben die zich verstopt en komen die nog duiken ze nog ergens anders op. Het zou zomaar kunnen. Ja, en dat is misschien nu we over de helft zijn wel even handig, hè? Een beetje ochtend-middag gymnastiek. Dat bedoel ik. Bij Vestum, maar ook bij Jong Talent zie ik. Hoe kan dat? Ja, gewoon meerdere keuzes. Ik speel bij Jong Talent en bij Oud Talent eigenlijk. Hè. Maar Vestum is meer van jouw leeftijd, toch? Ja, dat is ook zeker zo. Maar Jong Talent is ook gezellig. Ja. Jij bent eigenlijk het Jong Talent van Jong Talent? Ja, eigenlijk wel. Mooi, dankjewel. Ja, mooi om te zien hè, dat die clubs ook weer nieuw ontstaan. En dat ja, deze jonge gasten toch weer bij elkaar komen, oefenen. En dan zo'n optocht opleuken met een mooi muziekje. En als we het dan toch over jeugd hebben. Dan kijken we de toekomst in, the future. Met als motto een Oeteldonk sprookje. Zwaan kleef aan. Ieder jaar dan herrijst Oeteldonk weer uit het moeras. En omdat het schrikkeljaar is, kleeft Hendrien erop maar aan. Dus die zien we dadelijk. Kinderen hebben enorm meegewerkt. De oudste die helpt is 17, de jongste 8. 8, ja. Hé, hey, wat is jouw naam? Koos. Hé, hey, maar de kinderoptocht is toch mooi, Koos? Ja. Maar je loopt met de grote mensenoptocht mee, man? Ja, omdat we ook gewoon het leuk vonden om met de grote mensenoptocht mee te doen. Omdat we allemaal met kinderen zijn, dacht een viewtje, we gaan ook gewoon meedoen met de grote mensenoptocht. Dus we gaan ook een grote wagen maken. Hé, hey, nou, het is een hele grote wagen, maar ga je morgen met de kinderoptocht meelopen? Nee. Dat niet. Eén keer lopen is wel genoeg? Ja. Ik snap. Heb je nog iets gedaan aan de wagen? Ja, heel veel zelfs. Ik heb huizen gemaakt, deze kostuum gemaakt, draak geschilderd, kikkers gemaakt. Echt heel veel. Hey, en zeg je moeder ook wel eens dat jij een draak bent, of niet? Nee. Dat zal nog wel een keer gaan gebeuren. Ja. Dankjewel, Koos. Succes. Ja, wij hadden het niet mooier uit kunnen leggen als Koos, hè? Nee, nee, ja, dat doet hij perfect. En dit is het, jong geleerd, oud gedaan, zeggen we dan maar. Maar hier ja, werken dus heel veel kinderen aan. En iedereen is welkom. En wil jij een keertje verven, een keertje plakken, wil je... Nou ja, bepaalde dingen mogen ze natuurlijk niet doen, maar dat is omdat het kinderen zijn. Maar ook de draken die ze vast hebben, die ze om zich hebben... Allemaal zelf gemaakt en zelf bedacht. Ja.
En ook die betrekken er weer iedereen bij, hè? Dat is een van de bouwertjes die nu in beeld staat. Ja. Maar dan ook een echte Hoeterdonk. Daar zagen we allemaal de 11-11 embleempjes. Ja, inderdaad. Maar deze pakken dus allemaal zelf gemaakt. En dan is het ook een mooie beloning om bij de grote mensenoptocht, zoals Koos dat zei, mee te mogen doen. Zeker weten. Van wie was het ontwerp? Hebben we dat gezegd? Dat hebben we niet gezegd, maar dat is van Bas van Heertum met de kinderen. Maar we hebben ook Christel van Heertum gesproken en die heeft eigenlijk altijd het idee al in haar hoofd. Dus die weet eigenlijk al wat ze volgend jaar wil maken. Oké. Dat weet ze al. Ja, en soms past dat bij het motto en soms niet. En ja, zwaan, kleef aan, plekken. Je zou hem kunnen verbinden dit jaar. Maar deze heeft ze al bedacht. En ja, die draak, daar is wel heel veel tijd in gaan zitten volgens mij. Die beweegt ook helemaal. Want toen wij er half januari eens gingen kijken, toen was die draak er nog helemaal niet zo ver. Nee. Maar dat is dus het mechanische, denk ik, waar gewoon veel tijd in is gaan zitten. En wat denk je van het gazen, waar heel veel tijd in zit. En het lassen. En dan nog het plakken. Ja, vanwege het schrikkeljaar Hendrien, die dus nog even aankleeft. Dan zijn we bij de zone van ons moeder aangekomen. Ja, die hebben een DNA-test uitgevonden. Ja, klopt. En ze gaan kijken of het echte Oeteldonkers zijn. Ik sta hier al met een hele heftige chauffeur hier. Yo bro. Dirk, jij ziet er wel heel erg uit om op zo'n elektrisch voertuig rond te rijden. Ja, dat valt eigenlijk best mee. Vind jij het zo heftig eruit zien? Ik vind jou er heftig uitzien, ja. Dat is... Kijk, je zit hier toch voor lul, dus dan maar goed. Dat klopt. Gaat het een beetje de optocht? Het is goed vol te houden zo. Ik word niet zo moe en ik trek de kar wel. Heel goed zo, jongen. Heb je toch ook al een keer of 20, 30? 30 volgens mij al. Meegedaan, de zonen van ons moeder. En ze gaan kijken of klonen wel zo'n interessant en goed idee is. Moeten het wel willen, dat klonen van zonen. Ja, je ziet het ook. Als het geen echte bossenaar is, dan wordt hij weggetrapt. Alles goed? We zullen hem even interviewen, ja? Ja, dat is goed. Ik sta hier naast Rob, een van de zonen van ons moeder. Rob, wat was precies de bedoeling? Nou ja, er schijnen veel niet-Oeteldonkse Oeteldonkers te zijn. Buitenlanders ook wel. En wij willen die een beetje identificeren en shamen, hè? Die bananenpak. Een sticker erop met plekken of een sticker erop met pleiten. Als ze de naam van de Prins Carnaval van Oetelong niet weten. Of niet weten of Hendrien een man of een vrouw of een hen is. Dan willen wij, en als ze dat niet weten, dan kunnen ze opzouten. En zijn er al veel mensen moeten gaan pleiten? Ja, helaas wel. We hebben al minstens 1000 stickers uitgedeeld. Mensen het is toch hartstikke druk, dus ik ben er niet zo rauw om. Daarom is het niet erg. Maar zonder bijkomende kosten mogen ze dan Oeteldonk verlaten. Dat is heel prettig voor ze natuurlijk. Ze hoeven geen parkeergeld te betalen. Ze mogen gewoon weg.
Maar wel snel als de rift. Schiet op. Ben ik ook maar snel, want je loopt achter, jongen. Succes. Erik Pennings kwam met het idee van deze grote schoen. Ja. En volgens mij zijn hun geen 4 maanden bezig. Nee, volgens mij zijn zij nog niet eens 4 weken bezig. Maar ze hebben meestal een idee en gaan het dan gewoon doen. Ja, en werken het uit. En hebben zelfs ooit eens een keer een 4e plaats gehaald. Ja, maar meestal zitten ze wat lager. Zeggen ze zelf en daar zijn ze best wel trots op. Ja, dan de pintvatters. Grote loopgroep. En ja, die hebben de strijd. Ieder schrikkeljaar is er weer de strijd tussen de assessors en de huishoudsters. En ja, die hebben zij uitgebeeld door een wedstrijdje. Wie wint er? Wie krijgt als eerste de brandewijn bij de peer? De huishoudsters of de assessor? Ik sta hier naast de Kees. Jij bent weer te laat met de brandewijn, zeg. Ja, inderdaad. Ja. Gaan we daar nog iets aan doen? Ja, zometeen. Oefenen? Oefenen. Jij hebt wel veel fans, Kees. Ja. Oh, oh. Maar daar staan de drie vriends. Ik zeg, we gaan het nog een keer doen. We gaan het nog een keer doen. Succes. Ja, nou, ik ben benieuwd. Hendrien komt niet meer terug. Wel, Hendrien komt terug. Ik mag eigenlijk niet zoveel vertellen en zeggen. Normaal is mijn rol heel erg rustig en stil. Maar dit jaar, ik zou zo graag er weer langs willen staan. Ja, ik snap het. Maar ja, ik denk, ze lopen wel heel ver, hè? Ja, ik zou er iets aan gaan doen. Succes. Ja, dan een wagen buiten mededinging van het heuveltje. En zij doen dus niet mee voor de prijzen. Het heuveltje heeft er 2 gemaakt. En deze doet niet mee, die straks komt wel. En dan zien we het al, want we zien zandhazen. Ja. En die is dus speciaal gemaakt voor hier, maar ook voor in Rosmaan. Ze hadden deze 2e wagen gemaakt en zei het is eigenlijk zonde om al dat werk niet te laten zien aan Oeteldonk. Dus vandaar, buiten mee, dat ding doen ze mee. Ja, en dat is toch wel gewoon mooi om te zien dat je probeert samen toch die optochten in leven te houden in Zandhazendurp. Zaten ze er een beetje mee dat er wat wagens wegvielen en wat bouwgroepen wegvielen. En dan kan je toch op deze manier mooi voor elkaar houden. En we zien ook meteen deze bijtjes, die horen niet bij deze wagen, maar wel bij de volgende. Ja. En dat is dus de andere wagen van het heuveltje. En die hebben ook Oeteldonk blijft plekken. Want als je heel veel honing hebt, dat plakt als de ziekte zit. Ik zeg, en daarom hebben wij als thema het blef plakken. Bijen langs de kant, bijen die meelopen. Jij bent een werkbij, zie ik. Ik ben de werkbij, ja. En veel werk in deze wagen? Ja, heel veel werk. Maar je blijft ook veel plekken, begrijp ik? Ja, wij blijven altijd plekken. Overal. Is duidelijk, heb jij ook nog iets aan die wagen gedaan? Een beetje. Dat is wel eerlijk. Ik ben de naaister van, dus ik maak alles. Oh, echt een werkbij. Ik ben echt een werkbij. Nou, vlieg maar weer op. Dankjewel. Dat is wel erg mooi, want wij vroegen bij de bouwers. En wie is dan jullie koningin? En toen zei dat zijn ze eigenlijk allemaal wel. Ja, want iedereen is even belangrijk, hè, bij het heuveltje.
Je ziet dadelijk ook als de auto of als de wagen weer voorbij rijdt. En dan komt er weer beweging in. En dan is het alsof er één stroperige massa van honing is. Een hele mooie wagen. Vorig jaar waren ze twee. In de grote optocht. En ook weer helemaal perfect afgewerkt, hè? Ja, alles klopt weer, alles is mooi gemaakt. En dat was alweer de laatste praalwagen. Dus de wagen van het heuveltje, ontworpen door John Meulensteen, die sluit de praalwagens af. Natuurlijk krijgen we nog wel wat andere zaken en nou ja, misschien wel het allerbelangrijkste. We zien de prins nog even. Ja, we zien hem in de verte al aankomen. De ruiterij die er nu loopt. Stokpaardjes, biezenpaardjes, stokpaardjes. En dan krijgen we de hoogheid met zijn adjudant en zijn gevolg. Ik sta hier naast een paar mensen. Ja. Jullie hebben heel de optocht gezien, hè? We hebben heel de optocht gezien, zeker. Wie gaat er winnen? Wie heeft de mooiste wagen? Nou, wat ik een hele mooie wagen vond, was die met de Uilenburg en de Ridderstraat. En, ja, ik weet niet wat het thema was van die wagen, maar die zag er wel verrekkers mooi uit. Oké. Okay. Dus een draaiend beest bovenop. Vond ik wel heel gaaf. Ja, heel mooi, heel mooi. Dus een Uilenburg dus mag van mij winnen. Dat is jouw favoriet? Dat is mijn favoriet. Nou, mooi. Ik ben benieuwd of ik er gelijk heb. Ik denk zeker dat ze tot de top 3 gaan horen. Dat denk ik zeker. Ja, dat denk ik zeker. Dat denk ik ook wel. Dat is goed tot onze wijsheid, is daar. Goed tot onze wijsheid, echt. Volgens mij was dat de not, Hans. Nooit op tijd thuis. Ja, dat was de not, inderdaad. Nou, de ruiterij houdt het even een stukje op. Het was weer een geweldige optocht. Komt u. Ik heb hier een biezenpet zonder pet. Waar is uw pet? Ja, ik ben een opperhofstalmeester. En ik moet mijn handen vrij houden om het gereel te kunnen sturen. Ja, en dat gaat natuurlijk niet met een pet. Ja, ik snap het. Je ziet eruit of je handen ook op een andere manier niet... Ja, dingen gebeuren. Ik heb er gelijk in. Nou, ja. Succes. En een fijne carnaval, hè. Ja, joh. Ja, en daar de Hofkapel. De Kikvorsen. Ja. Herkenbare muziek. Houten instrumenten erbij. Je ziet ze daar nog. Ja. Vanuit de Krijs verleden. Ja, bij dit nummer, ja, dan moet hij ook gezien worden. Ja, zeker, zeker. En dit blijft toch een van de favorieten. Ook bij de clubkus, maar ook nog steeds in de kroegen hoor je dit. Volgens mij van een club die niet meer bestaat, Pupke Blauw. Nee.
hij speelt geen noot, nee. We hebben allemaal een middelton, die hoeft alleen maar mee te zingen, hè? Ja. En dit is de studentenvereniging die met de hoogheid altijd meekomt. Ja, daar is hij dan, hè. Onze hoogheid. En zijn adjudant. En zijn adjudant. Ja, waarbij de intocht alles aan hem voorbij trekt, is hij wel het klapstuk, mogen we zeggen, van de optocht. Ja. Ja, en ook de hoogheid moet het dan terugkijken op DTV. Ja, dat kan. Er zit niks achter zo. Dat kan. Ja, hij zag de prins al hartjes maken naar het publiek, maar hij is ook zeker zelf heel erg geliefd, hè, in Oeteldonk. Ja, ja. Ja, dit zijn altijd die plaatjes waar ik helemaal stil van word. Daar kun je alleen maar naar kijken. Dit is als Bosnaar zo ontzettend mooi. Ik zie nu inderdaad geen wagens meer, geen loopgroepen. Wel heel veel mensen die aan het lopen zijn, maar die heuren er niet meer bij. Het was een hele mooie optocht. Kijk, dat wilde ik net zeggen. Het was een hele mooie optocht. Vond jij het ook mooi, die optocht? Zeker, heel mooi. Fijn, dat is goed om te weten. Nog een laatste wagentje. De afsluiter. En het is voorbij, mensen. Het was een mooie optocht. Dank je wel. Ja, dat kunnen we niet meer als zeggen. Ja, dat klopt. Het was een hele mooie optocht. We hebben genoten. Ik hoop dat u ook heeft genoten. Jessica? Ja, in ieder geval bedankt voor het kijken. En hopelijk tot volgend jaar. Tot volgend jaar.